kijken naar deze Wespraat na aflevering. En het is een feit. Wij zijn landskampioen. Dit shirt is trouwens van 1908. Een fantastisch Instagram kanaal natuurlijk. Waar je het nieuws van Feyenoord kan volgen. Maar die hebben dit prachtige shirt uitgegeven van Santiago Jiménez. En wat was het voor een wedstrijd. Ongelooflijk. 3-0. Feyenoord. Net zoals, ja, het was 3-1. Toen met Dirk Kuyt, dit oude shirt wat ik vanmiddag aan had, is nu officieel een oud shirt Feyenoord. Ik heb nieuwe Feyenoord artikelen, kampioensartikelen op de markt gebracht. Die gaan jullie in de loop van deze week en volgende week als unboxing op dit kanaal zien. Houden ze in de gaten maar. We gaan napraten over de wedstrijd. Begon natuurlijk goed de ontlading bij de 1-0. Jiménez weer met zijn doelpunten. Idrissi die belangrijk was. Paciao met een prachtig doelpunt. Feyenoord, ja. Ja, we wisten al dat het niet meer fout kon gaan eigenlijk. Ik zei het al bij de Wespraat vooraf aflevering met Rudy. Trouwens, laatst genoemde Rudy, die is een feestje aan het vieren. Die is helemaal van slag af, toch Rudy? Kampioen, olé, olé. Je hoort het. Rudy is ook helemaal blij. En ook de mensen die blij zijn, zijn natuurlijk mensen die in de Wespraat vooraf aflevering hebben gezien. Dat zijn Wout en Era Viva. Laatstgenoemde, die is een heel groot feestje aan het vieren. Ik kan helaas niet voor jullie iets zeggen. Hier zien jullie een foto. Ja, die zit al klaar op de call single. Maar ja, ik heb ze live gezien. En fantastisch. Ik heb stukjes van de live gezien, moet ik wel goed zeggen. Want we zaten natuurlijk zelf de wedstrijd te kijken vandaag. Ik zit met mijn ouders de wedstrijd te kijken, dus daar heb ik niet de live aanstaan. Maar ik heb tussendoor wel gekeken dat de doelpunten vielen. Waanzinnig stukje gezien op zijn YouTube kanaal van zijn zoontje. Dus ik neem aan dat zijn kind was, denk ik wel. Die heel mooi het liedje zong van Feyenoord. Daar doe je het allemaal voor, dat zei ik ook onder de reacties. Maar de andere, Wout, die heeft wel wat vuur achterlaten. Ik zou zeggen, Wout, laat me weten wat jij van de wedstrijd vond en hoe blij jij bent. Komt ie. Ja, dames en heren, we zijn kampioen. Van de Eredivisie 2022-2023. En wat voor wedstrijd heb ik gezien. Prachtige goals. Iets mindere passes. Maar goed. Het was een fantastische wedstrijd in de Kuip. Eigenlijk al vanaf... Ja, volgens mij waren ze er al om 1 uur 's middags. Nou, bizar. Ik ben ook zo blij. Dit is ook echt de eerste keer dat ik het ook echt meemaak. Dus echt, ik neem het nu even heel snel op en daarna ga ik weer heel snel verder kijken. Want er is zoveel te zien en ja, het was zo'n leuke wedstrijd. Ik vond echt eigenlijk vooral alle goals die werden gemaakt deze wedstrijd toch ook wel heel erg mooi. Vooral die 3-0 van Paixão, die vond ik echt fantastico. Dus... echt ontzettend goed. We zijn lekker kampioen, dus... En nu, let's go. Ik ga nog even lekker doorfeesten, want... dit is echt bizar natuurlijk. Dus, let's go! Ja, en dat was Wout. Fantastisch om dit mee te maken. Ik vind het ook helemaal fantastisch om dit mee te maken. En ook met jullie mee te maken. Het eerste kampioenschap op dit kanaal wat ik met jullie vier 2017. Was voor mij einde van mijn schooljaar. En toen hebben we ook gelijk het kampioenschap gevierd. Nu doe ik het samen met jullie op dit kanaal. Jullie hebben het beste Rudy kampioenslied al gezien. Wij zijn blij. En dat gaan jullie ergens deze week ook nog zien. Want ik ga ergens in deze week ook een Wes en Rudy aflevering maken. Dat zou in de plaats zijn van een Sims 4 video. Want ik denk dat Sims 4 deze week niet gaat komen. Deze week hebben we gewoon weer een Feyenoord Career Mode. Een Fulham Career Mode. En dus een Wes en Rudy aflevering. Ik ga ermee bezig zijn. Ik kan er niks beloven van die Wes en Rudy aflevering. Ligt er ook hoe de privé situatie loopt. Want nog steeds loopt. Dus vandaar. Maar sowieso de standaard afleveringen. Dus de standaard Career Mode. Dus houd gewoon in de gaten. Wij zijn blij. Wes had het nummer. En ik hoop dat jullie ook blij zijn. En laat weten hoe jullie de wedstrijd beleefd hebben. En op naar volgend seizoen. Hè. Champions League die wacht. En dat met Arne Slot. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. En we zijn blij. En ik hoop jullie ook. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals Peter Houtman altijd zegt. Doei doei. Later.